Ik zei, nou oké, dan drinken we thee. En toen kwam de aap uit de mouw. Het bleek, zij zijn yogis. En zij wilden dat ik ook yogi werd. Nou, zij wilden niet, maar zij vonden dat dat moest. Want in deze wereld lopen er allemaal mensen rond. Die leven gewoon, die hebben helemaal nergens... Die zijn helemaal nergens mee bezig. Dat vinden ze ook prima, die laten ze allemaal links liggen. Die hoeven ook geen yogi te worden, ze zijn helemaal niet mee bezig. Maar er zijn ook mensen in de wereld die zijn zoekende. Dat zien zij. En ja, kunnen zij zien wie zoekend is. Dus, en ze zagen natuurlijk, ja, ik was zoekende. Ik wist zelf niet, maar ik was zoekende. En dan moest ik in dit leven beslissen om yogi te worden. Als ik dan niet in dit leven yogi werd, dan ging ik naar de hel. Ja, ik ging echt naar de hel. En het eerste wat ik moest doen, zeiden zij, ik moest stoppen met homo zijn, daar moest ik mee stoppen. Dat was ik zelf ook al van plan, hoor. Maar, ja... maar, het was net een zetje wat ik nodig had. En, dus ik ben er helemaal mee gestopt, ja. En, nee, wat ze zeiden van, nou, ze konden heel goed uitleggen waarom ik homo was. Ze zeiden, het is namelijk zo, in jouw vorige leven heb je waarschijnlijk, ben je gestorven op het slagveld. En daar had je alleen maar steun aan mannen om je heen. En die steun zoek je in dit leven ook weer. En toen zei ik, en lesbische vrouwen, zijn die allemaal bij een keukenongeluk? Dood, ja. Zei ze, nee, maar lesbische vrouwen waren sowieso niet meer te redden. En ja, dus lesbische vrouwen, zei ze, daar doen ze ook geen moeite meer voor. Die gaan gewoon rechtstreeks naar de hel. Dat is niks meer aan te doen. Die kunnen best zoeken, maar dat heeft echt geen zin. Dus die kunnen beter meteen gewoon aluminiumfolie aandoen en de hel inspringen. Want alleen de homo's waren dan eventueel nog te redden.